Anoushka Sonai, CEO van Spang Macandra NV, heeft de leiding overgenomen van de ICT-associatie Suriname. Zij is gisteravond na een bestuursverkiezing gekozen tot de nieuwe voorzitter. Sonai heeft de hamer overgenomen van Gina Berggraaf Sanchit. De verkiezing is gehouden in het Telesuur Opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg. Sonai zegt binnen haar zittingstermijn te zullen werken aan de bewustwording van de potentie van de ICT-sector. Ook wil de nieuwe voorzitter het belang van samenwerken binnen deze sector benadrukken. Verder gaat ze samen met haar team werken aan de ontwikkeling van ICT-ondernemers. De internationale samenwerking wil ik er natuurlijk ook voor gaan zorgen. Ik wil mij op een breder vlak gaan inzetten om de digital entrepreneurship ecosystem in Suriname te ontwikkelen naar een niveau waar ICT-ondernemers, de overheid en vooral onze talenten een positief toekomstperspectief hebben bij het ondernemen in dit digitaal tijdperk. In de periode dat ik voorzitter van de ICT-associatie ben, wil ik bewerkstelligen dat de ICT-associatie de kern wordt van de digitale economie. We zijn de kern van de digitale transformatie en ik wil met mijn team en met de leden ervoor gaan zorgen dat we ook de kern worden van de digitale economie in Suriname. De leden van het nieuwe bestuur willen middels digitale technologie op diverse gebieden verandering brengen. Raj Paltantewari, secretaris van de ICT-associatie, vindt dat de Surinaamse ICT-bedrijven meer bij lokale ICT-projecten betrokken moeten worden. Het komt regelmatig voor dat bij grote ICT-projecten zowel de overheid als het bedrijfsleven kiest voor externe deskundigen bijvoorbeeld. Hulp in de vorm van externe deskundigen, externe partijen. Ik denk, we moeten toch meer lokaal gaan doen, omdat er toch genoeg potentie is bij lokale bedrijven. Ik zeg niet dat we de wijsheid in pacht hebben en dat we alles zelf kunnen, maar als je lokale bedrijven meer gaat betrekken, ze kunnen dan partnerschappen afsluiten met buitenlandse bedrijven of expertise buiten inhuren. En zodoende blijf je toch een bepaalde mate van lokale betrokkenheid hebben en blijft die kennis lokaal ook wel groeien. Raj Paltantewari, secretaris van het nieuw gekozen bestuur van de ICT-associatie Suriname. De leden zijn gisteren na de bestuursverkiezing gepresenteerd in het Telesuur Opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg.